Steeds meer onrust in Thailand. Miljoenen Thai zijn woedend omdat de winnaar van de verkiezingen van afgelopen mei maar niet aan de macht komt. Het gaat om de Move Forward-partij van deze populaire zakenman, Pita Limjaroenrat. Met 14 miljoen stemmen werd zijn progressieve partij de grootste in Thailand. Maar de blijheid is van korte duur. Het lukte maar niet om een regering te vormen en de nieuwe premier van Thailand te worden. Vorige week werd hij zelfs geschorst omdat hij volgens de kiescommissie de kieswet zou hebben overtreden. En zijn aanhangers reageren woedend. Gingen ook dit weekend weer de straat op om te protesteren. Ja, een winnaar van de verkiezingen die de macht maar niet krijgt. Een grote protesten dus. Correspondent Tom Schelstraat in de Thaise hoofdstad Bangkok. Goedemorgen. Wat zien we hier nou? Goedemorgen, Robbie. Ja, we zien een machtsstrijd in Thailand. Want het land wordt geregeerd door het leger al bijna 10 jaar... na een staatsgreep in 2014. Maar met de verkiezingen van afgelopen mei leek het land een compleet andere koers op te gaan. Alleen kan het leger met het druk nu alsnog aan de macht blijven. Kijk maar eventjes mee. Met een coalitie van 8 partijen leek de winnaar, Pita Limjaroenrat, makkelijk de meerderheid te kunnen krijgen, in ieder geval in de Thaise Tweede Kamer, om premier te kunnen worden. Maar dat premierschap wordt ook bepaald door de Senaat. En al die senatoren zijn aangesteld door het leger. Dus je raadt het al, het leger kon daarmee Pita's premierschap blokkeren. Tot woede van demonstranten, ook gisteren weer, we hebben ze ontmoet. Ze gingen de straat op, ondanks enorme stortregens, om te laten zien dat ze onwijs boos zijn. People went to election, they elect Pita, and he's not our PM. So is that democracy? เราจะไม่ยอมคนเลวเราจะสู้จนกว่าจะได้วันหนึ่งเราจะต้องได้ I strongly believe that Thai people will rise up. We are changing the game, I believe. Ja, Tom, ze hebben er vertrouwen in dat ze alsnog aan de macht kunnen komen, maar is dat wel terecht? Ja, het vertrouwen is groot, maar het wordt onwijs lastig. En dat komt vooral door een voorstel van de winnaar van de verkiezingen, Move Forward, om de majesteitsschendingswet aan te passen. Voor belediging van de koning riskeer je nu nog in Thailand 15 jaar cel. Move Forward zegt, we willen eigenlijk alleen maar die straf wat verlagen. We vinden het disproportioneel. Maar het leger zegt, niks van. Jullie proberen het volledige koningshuis hiermee omver te werpen. Dus zolang dit op tafel blijft liggen, blijft het leger Move Forward blokkeren. Dat betekent dus dat de winnaar van de verkiezingen in Thailand mogelijk in de oppositie gaat verdwijnen. Daar nemen de demonstranten absoluut geen vrede mee, vertelden ze gisteren ook. Nu gaat alles nog vreedzaam, maar ze zeggen, als er niet naar ons geluisterd wordt, kan het ook eens heel anders gaan lopen de komende weken. Dan gaan we met jou afwachten hoe dat dan de komende tijd verder gaat. Tom Schelstraat in Bangkok, dankjewel.